het is gewoon prachtig als je ziet dat iets wat je gewoonlijk weggooit, hè, wat eigenlijk afval, ik noem het geen afval meer, maar wat mensen als afval zien, dat dat een heel mooi product maakt. Dat is gewoon eigenlijk een soort toveren. Amsterdam scheidt nu, ze zeggen 26%, maar ik denk maar 19% van hun afval scheiden ze. En 40% van wat er in die restvuilzakken zit, is groen. Dus als je dat bij elkaar neemt, denk je van, nou, daar kunnen we een grote stap zetten naar een circulaire wereld. Het geeft echt een goed gevoel. Hè? Minder afval, groene plantjes, die straat werd bijna een jungle. Het zag er allemaal hartstikke goed uit. Dus ik dacht altijd van, waarom doet niet iedereen dat? Senior projectmanager, wat was het nou? Senior projectmanager, inzameling GF hoogbouw gezocht. Ik dacht, nou, dat klinkt ongeveer wat ik doe, dus dat moet ik doen. Mijn vrouw zei ook direct van, dat ben je, dat doe je al, dus ga er maar heen. Dus ik mocht op het gesprek komen. Die meneer Stef, die belde mij op en die zei, hey, hartstikke leuk gesprek geweest. Je bent het niet geworden, maar volgens mij kan je wel wat betekenen voor Amsterdam en composteren. En bedenk maar wat je zou kunnen betekenen. Ik denk ook even na. Ik heb een beetje budget en dan kijken we waar we uitkomen. Je ziet bovenin dan ook echt die schillen, tomaten, weet ik veel, alles wat je hebt, zie je boven liggen. En dan dat plekje waar die wormen aan het werk zijn geweest, daaronder zie je gewoon mooie zwarte aarde. Pikzwart. En een soort toveren toch. En als je dan ziet, als je het mengt met zand of met wat je hebt, kokosvezels of wat dan ook, dat je dan een soort prachtige aarde creëert waar alle dingen heel goed op groeien. Hoe simpel kan het zijn? En toen ben ik gewoon buurten, mensen gaan uitleggen hoe het ging en een soort, heel veel promotie gedaan. En het idee was om in 2017 25 van deze plekken erbij te creëren. En we hebben geloof ik op dit moment 75 groepen Amsterdammers die mee willen doen. Dus we zijn 3 maal overschreven. Dus we zijn goed bezig. En daar gaat het ook om, hè? Dat je de jongere mensen laat zien dat je gewoon iets kan doen op duurzaam gebied. Wat gewoon, wat ook technisch is, maar ook biologisch dan in dit geval. En ik krijg ze mee. En, er zijn veel steden die hebben interesse. Ik denk dat zo'n compostcontainer ondergronds ontwikkelen, hebben wij een beetje voorsprong. Want ik merk gewoon, we zijn nu 7, 8 maanden bezig. Je leert gewoon ontzettend van de dingen die je tegenkomt. Ik zeg eerst de straat. Dan de pijp, dat is de wijk waarin ik woon, dan Amsterdam en dan Nederland. Kom op, iedereen moet dit doen. Het is zo makkelijk, je wordt er vrolijk van, zeg ik. En het is een kleine moeite. Het wonder wat er gebeurde, en als je mij dat 2 jaar geleden had verteld, had ik je uitgelachen. Maar die buurt is gewoon leuker geworden. Dus we hebben een soort dorpje gecreëerd in de straat. Want daarvoor kende ik precies die 4, 5 mensen met wie ik begon. En nu ken ik er, ik denk, 150.